Wat ik van mijzelf heb, eigenlijk helemaal niks. Aantal kleding en de rest leen ik allemaal van hier. Ik voel me schuldig doordat, ja, dat gevoel heb ik wel dat ik mijn kind geen goede start kan geven. De moeders krijgen hulp van leeftijdgenoten. Studenten zijn op dit moment bezig, eigenlijk studenten van alle leerjaren, alle niveaus zijn in groepen bezig. En zijn bezig om van ingebrachte kleding en andere textiele materialen babyspullen te maken. Via de Stichting Babyspullen vinden ze hun weg naar de allerkleinsten. Stichting Babyspullen die vindt dat elke baby die in Nederland wordt geboren recht heeft op een goede start. En de stichting helpt baby's door het maken van een baby startpakket. Voor baby's die onder de armoedegrens in Nederland worden geboren. Wat zit er in zo'n startpakket? Nou, ongeveer 130 spulletjes. Beddengoed, kleertjes, schoentjes, jassen, flesjes. Alles wat een baby de eerste maanden nodig heeft om te leven. Een deel van wat de studenten maken gaat naar de Stichting Babyspullen. Een ander deel gaat naar de Stichting Cadera, die moeders helpt die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ook zij kunnen de spullen goed gebruiken. Je hebt heel veel dingen nodig. Ik wist niet eens dat je zoveel nodig had voor een kind. Je hebt bijvoorbeeld luiers nodig. Spullen om je kind zeg maar mee te verzorgen. Billendoekjes heb je nodig. En als je helemaal met niks zit, dan dat is echt moeilijk om te regelen. 1 op de 9 baby's die wordt in armoede geboren. In de grotere steden, en dat zijn in Overijssel zijn dat Zwolle, Enschede, Almelo misschien. Daar worden 1 op de 4 baby's onder de armoedegrens geboren. Baby's en studenten, gaat dat wel samen? Dat is soms best wel even zoeken, maar het gaat ook om een groep eigenlijk jonge mensen van hun leeftijd die soms ongewenst in de situatie raken dat er een kindje op komst is. En ja, die we op deze manier graag een steuntje in de rug willen geven. Deze heb ik ook al eerder op Facebook gezien. Ja, klopt. Dat hebben we gemaakt als speelkleed. En daarnaast hebben we nog een slaapzak gemaakt. Deze. En we hadden ook nog een extra dingetje voor de tienermoeders. Dus zeg maar voor op een babykamer een extra kussen. Oké. En daarnaast zijn we nog bezig met knuffeltjes maken en kledinghangers. Ik had hier al over gehoord dat er ergens een zwart groepje was. Maar hebben jullie, hoe kwamen jullie om in deze kleuren te doen? Ja, iedereen draagt altijd zwart. Eigenlijk ons hele groepje draagt meestal zwart. Jullie denken dus ook een beetje na over wat moeders die het moeilijk hebben, zeg maar, wat ze leuk vinden. Mm-hmm. Ja. Ja, want meestal als mensen hun gaan helpen, zeg maar, dan sturen ze dingen op wat, nou ja, wat ze hebben gebruikt of wat dan ook. Maar dat is meestal allemaal kleur en het past niet bij elkaar, dus daarom dachten we, ja, de kleur zwart, dat past altijd. Ja, dat is hartstikke origineel. Ja. En dat is ook heel goed dat jullie daarover hebben nagedacht. Ja. Kun jij je voorstellen en een beetje inleven hoe het zou zijn als je zelf op heel jonge leeftijd moeder zou worden? Nee, dat zou ik me nog niet echt kunnen indenken. Dat zou voor mij nog een hele andere wereld zijn eigenlijk. Dus ja, ik vind het wel bijzonder om dit voor die mensen te doen, zodat wij hun toch een beetje kunnen helpen met wat spullen aanleveren. Want ik snap wel natuurlijk dat ze het krap bij kas hebben. Dus het is wel mooi dat wij hier weer aan mee kunnen werken. Ja, soms kom je in een situatie terecht waar je niet om gevraagd hebt en dan is het fijn als er iemand anders ook aan je denkt. En de moeders? Die zijn blij met dit steuntje in de rug. Ik vind het hartstikke leuk, want ja, tegenwoordig is niks meer gratis, zeg maar, zeggen ze. Dus het is wel leuk dat ze aandacht besteden aan dat je het moeilijk hebt, dat je niks kan kopen. Nou, ik zie de toekomst er wel goed in, omdat er is overal hulp bij. Daar heb ik wel de vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. Hartstikke mooi, echt heel erg bedankt.